Hallo allemaal, daar ben ik weer. We gaan weer met Feyenoord spelen en we spelen uit tegen Den Haag. De transferperiode is inmiddels afgelopen en Erik heeft nog een speler verkocht. Het is Erik Potekin, die hebben we verkocht voor 6,5 miljoen. Hij is lekker naar Italië gegaan, naar Hellas Verona. Dus het is de kans voor de meneer die hier aan de bal is, Justin, om zich te bewijzen in de basis. Hij begon al een beetje te mekkeren van, joh, je hebt me gehaald voor de basis, maar ik sta er nooit in. Nou, bij deze. We spelen uit tegen Den Haag met een iets wat aangepaste opstelling. Met andere woorden, eigenlijk bijna een geheel tweede elftal. Waarom? Omdat we over 3 dagen al de eerste Champions League wedstrijd gaan spelen tegen Atletico Madrid. En dan wil ik eigenlijk toch wel dat iedereen een beetje fit is. Dus vandaar. Alleen achterin staan dus mijn vaste mensen. De rest is eigenlijk allemaal tweede elftal spelen. Maar goed. Nog steeds een aardig elftal met Gustafsson, Toornstra, Ayoub staat erin. Rechts Bilal, links Squerdo. Voorin Iai, Nacho en Kramer. Wel Kramer, ja. Ik mag hem toch wel als basisspeler zien. Maar goed, die kunnen we in de rust al wisselen voor bijvoorbeeld een Kuit. Zodat ze allebei één helft spelen. Maar ja, het is ook belangrijk dat er gewonnen wordt. Want we willen toch ook... Oh, de paal. We willen toch ook gewoon natuurlijk kampioen weer worden. Dat ik denk dat zeker is. Eens kijken. Wie gaan we aanspelen? Ayoub maar. Gustafsson. Geen goede bal, Kramer. Oh, lekker Ayoub. Die deze week natuurlijk gewoon, of dit weekend zeg maar. Natuurlijk eigenhandig Ajax 0 punten heeft bezorgd. Heel Utrecht in de ban van de winst op Ajax. En fijn dat we dat lekker kunnen profiteren. Maar dat doen ze weer niet, die stellen lamzakken. Nee, laten we uit tegen Groningen gelijk spelen. En zo'n droplul gewoon voetballen. Rode kaart pakken. What the fuck maakt het ook allemaal uit. We zijn toch een punt ingelopen. Nee, dat hadden er gewoon 3 moeten zijn. Het slaat er helemaal nergens op. Op deze manier word je natuurlijk nooit kampioen. Nou goed, het is al jaren hetzelfde liedje. Dus ja, zo is het ook. We zijn het onderhand wel gewend. Aan mij om het beter te doen. In de game dat dan weer wel, maar goed. Fuck it, het is toch voetbal. Kijk eens wat een combinatie. Zo, hoppatee. Individuele actie naar binnen. Kut. Ik kwam voorzet te geven dit keer. Kramer stond vrij, maar wordt onderschept. Helaas. Waar gaan we heen? En weer via de buitenkant. Goed naar binnen. Kramer dan. Zit nog een verdediger tussen. Fuck. Cornertje dan. Oh, zonde, zonde, zonde. Goeie bal. Schiet dan. Weer niet. Shit. Ja, Ayoub, als je hier ook zomaar weer een doelpuntje kunnen maken. Nou, helaas. Hij heeft er al één gemaakt. Door mij. Tegen Utrecht, notabene. Tot nu toe tot tevreden over hem. Misschien dat hij binnenkort dan een basisplaats krijgt. Oh, jammer. Weer een corner. Nou, kom op jongens. Mag er nou toch wel een keer in die corner.
Oh, corner nog. Jongen. Waarom nou, jongens? Geef me nou toch eens een doelpunt. Hey joh. Lekker Havenaar. Waar gaan we heen? We zetten hem voor. Niet dat dat zin heeft. Het Kramer stond niet voor het doel. Wat is dit dan, joh? Ja. Nog 0-0. Kom op, jongens. Speel nog maar even verder zo. Iets aanvallender. High pressure. Well, you can see what he was trying to do, but the pass wasn't on. It was a bad ball, as it turned out. Ja, nog geluk kunnen we nog meekrijgen. Serieus buitenspel. Goed zo, Verbeek. Ik heb Verbeek trouwens centraal neergezet. Justin dan wat meer aan de zijkant. Verbeek heeft toch iets minder snelheid. Die heb je centraal iets minder nodig dan wanneer je wat verder aan de buitenkant speelt. Plus dat de centrale man ook vaak wat meer kopduels aan moet gaan. Zonde, jongens. Voor Valencia, we've got some transfer information for you. It's a confirmed deal. This signing has gone through. Well, it's a fairly big transfer figure, £40 million or thereabouts, and I think this lad won't be affected by it though. He'll be able to concentrate on his football and show. Oh ja, wat ik volgens mij ook niet verteld, dat is dat Vermeer geblesseerd is. Dus Haan speelt. Kan ook blijven schrikken, zeker na de laatste wedstrijd dat hij zo goed was. Maar goed, ja, geblesseerd, dan kan je niet spelen natuurlijk. Ik heb eigenlijk geen idee voor hoe lang hij geblesseerd is. Oh, hij heeft hem. Het is druk daar. Ah, wat doe je nou, jongen? Wat een sukkel, joh. Het is wel tijd voor een doelpunt nu. Ik kan niet vertellen dat we deze wedstrijd niet gaan winnen. Kut. Kom er niet langs. Lekker Verbeek. Nou, fuck toch op, man. Mag je ook wel niet meer voor je man komen tegenwoordig? Jezus. Toch maar even kijken of ik dat kan wisselen. Wat zullen we doen? Ik ga toch Ziyech erin zetten hoor. Want die Gustafsson kan me ook nog niet echt bekoren om eerlijk te zijn. Ook lekker handig trouwens. Scheidsrechter die bij ADO een geel shirt aantrekt. Dat ben je toch ook niet lekker hoor. Kuit jongen! Ah, oh, penalty. Oh, toch een soort van opluchting. Rood. Hij krijgt gewoon rood. Ah. Lekker voor je. Hij speelt gewoon de bal. Dat is toch het allermooiste ook. Oh, eigenlijk zou ik hem gewoon moeten missen. Maar weet je, fuck it. Schiet hem gewoon in. 3 punten zijn 3 punten. Fijn, het gaat er altijd toch een zeik over scheidsrechters en over weet ik veel wat over zich heen. Dus kan dit er ook nog wel bij.
Nobody likes us, we don't care. Dat is het motto toch? Goeie bal, kuit. Ah, crap. Oh, goeie bal. Ah, oh, neem hem dan in de loop mee. Oh, zo kan het ook. Oh, jammer. Een gelukje, hè, maar... Hij kon hem wel schieten, hè. Oei. Wie dan? Nou, schiet er zelf maar. Oh, corner. Hey joh. Oh, als ik door had kunnen lopen, had ik uitgehaald. Even kijken hoor, wie zullen hem laten nemen? Dan zie je het toch? Nog een penalty toch? Ah nee. Dit leek er meer op dan die vorige. Nu dan. Ah. Laten we nog iets aanvallende spelen. We spelen tenslotte toch met de team. En een cornertje. We maken er ook al 6 van gehad. Hoppa, Joep. Well, the atmosphere is improving now. Now the home team need to improve. They're still in with a shout. Yeah, time is running out. It's now or never. I think they've got to lift the game. Ja, jongens, ze gaan toch niet vertellen dat we hier nu een tegendoelpunt gaan krijgen. Gelukkig niet, tot nu toe. Kut. Wat een kutpaas, jongens. Nu dan. Wie gaat hem erin schieten? Ayoub. Bam. Lekker hoor. 2-0. Kuitje laat hem lopen. Oh, toch nog 2-0 ook. Lekker. Oh, Squirdo, lekker jongen. Die is al erg scherp gepast hoor, dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. En afgelopen. 2-0 gewonnen uit bij Den Haag. Beter dan in het echt, zo is het ook. Ik zeg bedankt weer voor het kijken en volgende wedstrijd Champions League. Ja, dus dat wordt spannend. Ik zeg tot de volgende keer en later.